En die boom is belangrijk, maar ja, ik zou ook graag die aandacht willen hebben aan die vijf manningsleden. Dus dat was de boomrichter. En we denken dat MEC de afkorting van bijnaam is van MEC. Zoiets zou het kunnen zijn, de 500 ponder die hier in een akker ligt bij Wieringenwerf. Bijzonder is het dat het volgende week precies 77 jaar geleden is dat de Britse bommenwerper boven de Wieringenmeer uit de lucht werd geschoten. Toen waren er 80 Whitley bommenwerpers onderweg naar een Duitse stad, Zwerte. Waarschijnlijk is het vliegtuig onderschept door een Duitse nachtjager. Heeft het aangeschoten en toen het vliegtuig nog een halve draai, cirkel probeert te draaien hier zo. En ondertussen waarschijnlijk wat bommen gelost. Mark vertelt het hele verhaal aan de familie Rodenburg. De bom ligt op hun land. Na 77 jaar komt hij weer tot leven. Ja, dan denk je er wel weer eens bij na, potverdorie. Die jongens die hebben toch de leven gegeven. Hè? Want ja, er sneuvelde er heel veel natuurlijk. Dus dat, ja, dat doet je dan wel wat. Ja. Dat een van hun bommen dan op uw terrein ligt. Dat is dan in verhouding met wat hun ervoor opofferen, is dat natuurlijk eigenlijk peanuts. En het is eigenlijk jammer dat die mannen, ja, die ook een gezicht hebben, ook een leven hebben gehad, ja, bijna zijn vergeten. Dus dat is belangrijk. Om, ja, deze bom komt weer in de media. Maar het is voor mij ook belangrijk dat de bemanning, die ja, toch voor onze vrijheid hun leven heeft gegeven, ook wordt herdacht. De vraag blijft nog wel wat er met de bom gaat gebeuren. Er is wel kans dat hij ter plekke tussen willen laten springen. Ze zijn de omgeving aan het afzoeken of er nog andere bommen liggen. Want anders zullen ze niet voor verrassing komen te staan tot die bommen mee zouden afgaan. Nee, maar dat zijn ze allemaal aan het achterhalen.